Met een zogenaamde ontbijtpresentatie maakte VVD als eerste Bredaanse partij haar verkiezingsprogramma bekend. We waren zo enthousiast en het is ook heel goed ontvangen. En we hebben gewoon zin om onze boodschap uit te dragen. Dus vandaar dat we lekker vroeg zijn. Het programma is samengesteld door een commissie binnen de VVD. Toch komen niet alle ideeën uit de eigen partij. Daarnaast, en dat is nieuw voor de VVD, hebben we ook de stad uitgenodigd om mee te praten. We hebben 250 organisaties uitgenodigd. We hebben daar heel veel reacties op gehad. En er zijn ook heel veel mensen naar een van de drie inloopavonden gekomen. Dat leverde een programma op waarin alle thema's worden beschreven die de VVD belangrijk vindt. Een van de belangrijkste is toch lagere lasten. Dat betekent een kleinere overheid, een overheid die vertrouwen geeft aan de Bredaanaar en aan ondernemers. Zodat je kan ondernemen en de dingen kan doen die je zelf goed vindt voor je leven. En daarvoor heeft de lijsttrekker een heel concreet voorstel. De OZB naar beneden. Wij vinden dat in stapjes naar beneden kan, maar wij vinden 10% om mee te beginnen vinden we een heel mooi bedrag. De VVD hoopt op 10 zetels. Om daarmee ook na de verkiezingen plaats te nemen in het college. We hebben volgens mij de afgelopen tijd laten zien dat het huishoudboekje bij de VVD en in deze coalitie in goede handen is. En we zullen dan ook de kosten die we moeten maken om de stad schoonheden en veilig op een constructieve manier inrichten. Wat betreft de VVD is de campagnetijd nu echt begonnen. Er staat een heel team te popelen om inderdaad de boodschap uit te gaan brengen. Dus dat gaan we gewoon de komende weken doen.